in samenwerking met Zing Joy Joy. U heeft zojuist geluisterd naar het lied Es ist ein großes Sturm met de solist Eddie Brown. Wij zijn zeer vereerd om hier in de Calyptus, wat ik best een lastig woord op de moeten raken, een concertakkoord te hebben. Mijn naam is Terry Wissing en ik ga u vanavond door het programma inleiden. Het Ulfs Mannenkoor is al 62 jaar een actief mannenkoor en heeft nationaal en internationaal een goede reputatie opgebouwd, mede door tweestemmig zingen, waar u vanavond van mag gaan genieten. Het koor staat onder leiding van dirigent Christo Melo. Pianist is Henk Belling. We starten dit concert met een Russisch lied van Kirill Tsjechenko. Men vertelt dat de eeuw God op onze wereld te redden en ons allen zal verlossen van de zonde. Och, het lied zien. We gaan dan verder met lied The Holy City. Een lied van Stephen Adams en het gaat over de heilige stad. Waarin de zanger zingt over zijn droom als hij de poorten van Jeruzalem binnengaat. Daar waar muren bruggen zijn, waar alle mensen gelijk zijn. Waar geen oorlog woont, maar vrede is. Maar helaas, want als hij ontwaakt uit zijn droom, dan ziet hij de werkelijkheid weer. Volk dat geen vaderland heeft en waar het paradijs ver te zoeken is. Laten wij met z'n allen dromen van dit aardse hemelrijk. Met solist Herman Hunting, de Holy City. Oh!
U gaat nu luisteren naar het optreden van Magdalena en Christel Rinhoff. Zij starten met het Ave Maria van Bach Uno, gevolgd door het lied Meditatie van June Masnet. Dat kan toch niet? Ben ik niet? Zit toch allemaal bij ons of niet? Ja.